Check dit. Oh, creeper. Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Mortu speelt met Terra Energy Cubed. Naast aflevering 10 en vandaag gaan we er tegenaan. Wat ik vandaag wil doen is, ik wil eigenlijk solar generators gaan bouwen. Want ik ben bang dat ons systeem wat we hier hebben, vooral het ME-systeem wat hierachter zit, dat het niet genoeg stroom krijgt. Dus wat doe je als je meer stroom nodig hebt? Meer generators bouwen. Dus ik ben hier in de Miners Delight harder schijf. Want we hebben namelijk diamonds nodig. En we hebben al 4 diamonds, maar ik wil eigenlijk... Even mijn helm aantrekken, ja. Ik wil eigenlijk wel meer dan dat. Ik heb nog 5 diamonds nodig voor een blok. En heb ik eigenlijk al genoeg armor? Ja, oké. Okay. 5 diamonds nodig voor een blok, maar ik zou het liefst nog wat meer hebben. Alleen Miner's Delight is best wel gevaarlijk. Oeh, en ik vergeet mijn torches. Oeps. Ik heb wel torches nodig, anders dan zie ik niks. Gelukkig zijn deze ladders altijd vet snel. Aha. Even kijken. En omdat de vorige keer met die turret zo goed werkte... Oh, we hebben geen kool. Dat is niet handig. Torches misschien ook niet echt. Oké, okay, laten we gewoon een charcoal meenemen dat we hebben. Prima. En dan zal dat wel genoeg moeten zijn. Ik ben er gelukkig al eens geweest. Dus dat scheelt. Zou er in ieder geval niet zoveel torches nodig moeten hebben. Oké, okay, 25 lijkt me prima. Omdat hij met die turret zo goed werkte de vorige keer... gaan we dat weer gebruiken. Want ja, ik mag niet doodgaan. Mocht nog maar een paar keer doodgaan. Volgens mij 3 keer of zo. Dus we moeten echt super voorzichtig zijn eigenlijk. En die turrets die kunnen mooi van afstand schieten. En die gaan enorm helpen. En het komt, kijk, hier zo... Oh, oké, hier is het nog best wel veilig. Maar als je dan bijvoorbeeld hier kijkt... Kijk, hier zitten keiveel spinnen. Dus ik denk dat ik hier maar gewoon... Kijk, als ik dit nou weghaal... Zo. Dit is wel een goede plek waar we overzicht hebben. Dan hoop ik dat die turrets ver genoeg schieten eigenlijk. Dat weet ik eigenlijk niet. Oké. Dat is het. Klein beetje ruimte hierboven. Die. Laten we beginnen met 1. Oké, dat is het. Cobblestone. Oh, fence moet daar. En dan nog een dispenser erop. Laat ik hierop klimmen. Yes. Oh, hij gaat gelijk aan de slag. Dat is chill. Maar als dat het geval is, weet je wat ik dan doe? Dan maak ik er nog wel een paar. Ik vraag me af of je ze zo naast elkaar kan maken, of dat hij dat niet goed rekent. Zo, kun je dat goed zien? Die. En dispenser. En schiet. Oké, ze schieten niet. Dat is jammer. Misschien als ik hier wat meer ruimte maak. Laat ik gewoon deze hele... Ik ga het gewoon helemaal vol zetten met turrets hier. Oh, helemaal, ik heb nog 4 dispensers. Dus echt veel zult er niet worden. Aha, hier is misschien wel een goede plek voor een turret. Ja. En in principe zou het wel chill zijn. Kijk, want als nu bijvoorbeeld... Deze turret, als een spin hier naar boven gaat klimmen om die turret kapot te schieten, dan gaan die andere turrets automatisch op hem schieten. Dus die turrets hierachter, die verdedigen deze turret. Dat is een beetje mijn gameplan. Kijk dan, hij wordt allemaal lek geschoten. Nice! Oké, en ik ga gewoon een turret hier naar beneden laten vallen. En dan aggro die de mobs. En dan kunnen die er goed op schieten. En ik vraag me namelijk heel erg af wat daar bijvoorbeeld is. Want hier verderop zouden nog veel meer dingen moeten zijn. En ik hoop ook diamonds. Dus dat is goed. Kan ik deze dudes duwen? Nee, ik kan ze niet duwen. Ik had eigenlijk mijn lasso moeten nemen. Ik heb even mijn lasso's gehaald. Dat leek me wel zo makkelijk. Oké, dus laat ik hier wat turrets gaan neerzetten. En dan kan ik deze hier van boven meenemen. Jij en jij. En laten we hier gewoon eentje boven staan. Wop. Hallo? Ja, dankjewel. Hier naar beneden. En volgens mij... Oh, ik moet hier wegwezen, anders komt die Dirt Creeper. Die Dirt Creeper, die... Oh.
Oké. Die Dirt Creeper, die exp. En die turret schieten niet op die Dirt Creeper. Het lijkt alsof ze die denken dat die een passive is, maar dat is hij dus helemaal niet. Stom best. Oké, dit kan ook wel mee. Kijk, en iedereen die nu naar mij toe komt, die wordt gewoon neergeschoten. Dat is wel super chill. Aha, aha. Ik hoor al die pijlen en het klinkt gewoon als muziek in mijn oren. En so chill. Oh, ze pakken wel damage, zie je dat? Oh, minispin. Oh, groot spin. Oké, okay. Aha. Het is echt een hele veldslag, maar ik gok... Oh nee, niet een... Cave spiders. Ik haat cave spiders. Oké, okay, nu moet ik even healen. Kipje. Oké, okay, allemaal. Check dit. Oh, creeper. Ik heb het gehad. Dood. Yes. Ja, ik was... Poeh, ik heb al die spinnen, zoals je hoort, niet kunnen slaan. Oh, vet irritant. Helemaal gek van. Maar ik heb wel deze kamer kunnen vinden. En nu snap ik waarom ze het Miner's Delight noemen. Want er zit hier echt zoveel oor in de grond. Ik weet niet of dit... Auw. Wie zit er nou? Oh, oké, hij is al dood. Ik weet niet of er meer van dit soort kamers zijn in deze map, maar dit lijkt me wel een beetje de... Ja, dit lijkt me wel een beetje waar je het voor doet eigenlijk. Ik heb een betere pickaxe daarvoor nodig. Maar er is hier zoveel en dat is wel chill. Ik heb nog geen diamonds gezien, dus dat is jammer. Daar had ik eigenlijk gewoon een beetje op gehoopt, omdat we hebben natuurlijk nodig voor onze solar generators. Dit is ook te hoog level. En midden in deze kamer staat ook een chest. En daar heb ik een beetje spullen in gedumpt. Maar wat we hieruit hebben gekregen zijn 3 good reward bags. Dus dat is erg nice. Dat gaan we straks openmaken. Oké, dit is de loot. En ik denk eigenlijk dat we het hierbij moeten laten. Want onze pickaxe is bijna kapot. Kijk, dus we moeten kiezen wat we hiervan mee gaan nemen. Sowieso de grote stacks. Infusilium is handig. Wat kunnen we meer achterlaten? Dit hebben we nog heel veel van in de basis. Even kijken. Deep Iron Ore, dat is ook wel prima. En natuurlijk de Reward Packs. Maar daar kan ik denk ik wel arrows voor achterlaten. Prima, laten we teruggaan naar de basis. Wow. Ik vind het wel jammer dat ik dit al moet laten zitten. Maar ja, er zit eigenlijk niet zo heel erg veel... anders op. Ja, tenzij ik hier nog een pickaxe in elkaar kan flansen of zo. Dan wordt het ook echt lastig. Kijk eens op mijn minimap trouwens. Zoveel monsters die hier in de buurt zitten. Ik word ook helemaal gek van het spinnengeluid. Ik ben terug in de basis en ik heb een hoop bomen gekapt. Oeh, heb ik net even gedaan. En ik heb er nu 9 en dat is best wel balen, want ik heb er 10 nodig voor de quest. En verder heb ik net... Kippen heb ik net losgelaten. Dus dit zijn allemaal kuikjes. Oeh, snel weer weg. Maakt wel high. En dat is chill om een constant... hoe noem je dat? Stroom eten. Een hoop eten dat we hier uitkrijgen. Dus dat is nice. En ik heb hier al mijn ores die ik nu niet nodig heb. Echt niet zo goed dat ik ermee moet wachten. Dit kan ik wel pulverize. En het deep iron ore ook wel. Ja, pulverizer. Hier en in die hopper. Zo, dat is prima. En dan in die redstone furnace kunnen we... Ja, dat kunnen we van alles doen. Kip. En een paar koeienvlees. Kijk, en wat ik hier heb, dit zijn furnace generators. En die furnace generators, kijk, ik krijg heel veel hout eigenlijk van dat kappen. En furnace generators zijn goed om eventjes veel stroom te krijgen als we stroom extra nodig hebben. Maar wat ik zag, dat ik verkeerd heb gedaan. Kijk, er is zoiets als een... Dark cable. En die zit nu hier. Die hoort niet hier. Waar is die nu? Hallo? Volgens mij hoorde ik hem. Ja, dark cable. En dark cable die geeft redstone door. Op het moment dat je... of nee, die geeft geen redstone door. Die wordt er, zeg maar, het is een kabel. En die geeft geen signaal door. Hij hoort niet bij het netwerk. Totdat je de redstone opzet. En eerst dat die cable zat... Hier zo. En dan wordt hij dus geactiveerd door deze knop. En dat hebben we weggehaald. Dus
dat is wel een beetje onhandig. Ja, dat is wel een beetje onhandig eigenlijk. Want dat betekent namelijk dat de special pylons, die staan heel de tijd aan. En dat kost echt enorm veel energie. Dus nu moeten we eventjes iets maken. Ik vraag me af of we misschien... Kunnen we rednet cables hebben? Nee. Iets anders met redstone. Of een bepaald soort cables misschien. Misschien nodes. Cable transfer nodes. Maar die kunnen... Ik weet niet of die redstone signal door kunnen laten. We hebben in ieder geval iets nodig om dat redstone signaal te verplaatsen. We zouden het ook wel gewoon op de vanille manier kunnen doen. En de reden dat we dat moeten doen is omdat hier zo... Ik zal even het licht maken dat ik het goed kunnen zien. Kijk, hier zo zit eigenlijk de... Oh, dat is eigenlijk wel best wel makkelijk eigenlijk. Want hierboven zit al dit ding. Oké, dus dat is wel te doen. Oké. Stel dat ik nou hieronder die dark cable doe. Ja, dus dan zit die... In principe zitten de special pylons niet verbonden... totdat er een redstone signaal op dit ding. Laten we deze heel even weglaten. Auw. Lastig. Maar we redden het wel. Oké, geef mij dat blokje... Oké, nu is het al weg. Nou, pak zo even een andere. En die knop, staat dit ding op redstone geactiveerd of zo? Denk ik. Ik denk het wel. Maar dat zou betekenen dat we waarschijnlijk die knop ook wel hier kunnen zetten. Even limestone. Limestone. Nou, dan moet ik toch het blokje van beneden pakken. Onhandig, hier ligt die. Eigenwijs. En dat betekent dat het verwisselen van harde schijven gaat dan nu met een iets ander knopje. Maar dat is in principe dan maar even zo. Oh, het kan niet hier. Dat is onhandig. En wat als ik nou een ander blokje neem? Even kijken welke zou hier goed voor zijn. Ja. Nou, neem deze gewoon. Eentje. Als ik die nou hier doe en dan hier die. Oké. Minus the light. Dit is goed. En dan vraag ik me af hoeveel energie er in het systeem zit. Oké, lijkt best wel veel te zijn. Als ik nu hierop duw. Doet het niet. Dat is vervelend. En wat als ik nou... Kijk, die knop hier laat zitten. En dan hier even mijn redstone uithalen. Wat is dit? Nee, dat is niet wat we nodig hebben. Als ik die vuur... Oké. En als ik het zo doe, gaat het dan aan? Ja, oké. Dat is prima. Het moet namelijk hier naar beneden. En het moet namelijk... Daar naartoe. Ja, of het kan ook hier naartoe. Dat is ook goed. Oké, ik heb iets uitgevonden. Als je namelijk dit systeem of dit stuk aansluit op dat stuk, dan... Ja, hier zit... Dit is roze, lichtroze. Dus hier zou dan stroom in zitten. En daar niet... En dat is leeg. Tenminste, een deel is roze. Dan gaat de stroom die hierin opgeslagen zit... dit zit nergens op aangesloten. Dus hier zit gewoon extra stroom in. En dat kunnen we nu gebruiken om... dit leeg te... Of om deze wereld weg te teleporteren. Maar we kunnen het voor meer dingen gaan gebruiken. Even kijken. Ja, ik moet dit nog eventjes afbouwen. Dat is wel lastig. Misschien als ik het hier die dark cable doe. Ja, en dan zet ik hier boven een limestone blok. Oh, maar dat snijdt natuurlijk. Oh, dat is niet erg. Zo. Oké, en dan naar beneden. En dan moeten we in principe nog een klein beetje hiervan wegwerken. Maar voor nu is het wel prima. Oké, daar is die dark. Hier komt het redstone signaal op. Klopt dat? Oh nee, die komt op het blok daarboven. Ja, dat is goed. Oké, en dan hier boven nog wat ME-kabels. Oké, nu zou dit aangesloten moeten zitten. En dat kan ik controleren door naar mijn ME-controller te gaan. Oh wacht, dat kan ik veel beter hier langs eigenlijk. Langs deze kabel. Pas ik hier onderdoor? Nee, vast niet. Ah, dat is jammer. Moet ik even zo dan. Pas daar ook niet onderdoor. Dat is balen. Misschien kan ik het weg... Nee, oh wacht. Ik heb wel een idee hoe ik hier even snel...
omheen kom. Aha. Mm-hmm. Oh nee, dat gaat niet passen. Helaas. Hier dan. Oké, als ik nu naar mijn ME controller ga. Hierdoor naar beneden. Bezink. Dan staat de Spatial Pylons staan er niet tussen. En zodra ik dan... Oh, ik wil echt graag hierheen. Dan staan die Spatial Pylons er niet tussen. Maar als ik nu... Even kijken, dit heb ik goed. Die harde schijf staat daar. En dat ziet er ook goed uit. Als ik nu op de knop duw... Oh, lag. Ja, en hij gaat weg. Awesome. En dit is chill. Ah, dan heb ik het stroomprobleem opgelost eigenlijk. Ah, man. Wat een gedoe zeg. Best wel een hoop werk. Oh, maar ik krijg best wel veel lag nu. Ligt het aan mij? Hoeveel FPS? 20. Ah. Wat was het de vorige keer? Oh, misschien was het die lege ruimte dat hij dat uitrekenen. Oh nee, nu... Nou, het gaat alweer. Misschien als ik even snel een andere harde schijf inlaat. Even kijken, ik wil graag de... Wat was het ook weer? De Inclusion Chamber. Want daar kun je wel diamonds halen, volgens mij. Uh-huh. Is de lag weg? Ja, lag is weg. Chill. Oké, laten we even wat spullen wegleggen. En dan gaan kijken wat we gekregen hebben in die... hoe heet het? Die warpacks die we hebben gekregen. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd. En ik hoop dat we wat levens krijgen. Oh, Modest Beehive. Meadows Hive. En meer ME-spullen. Oké, okay, melon. Wat? Hè? Oké, okay, melon. ME-kabels. Covered kabels. En transition planes. Oké, okay, dat is niet echt super voor nu. Wat we nu wel zouden kunnen gebruiken. Laten we even in het questboek kijken. Questboek. Even kijken, we kunnen bijna die appels inleveren. Hey, hebben we deze nog niet geclaimd? Oh, chill. Laten we... Even kijken, we hebben nieuw... Oh, we hebben nieuwe schoenen nodig. Nou, dat komt mooi uit. Nieuwe schoenen aan. En reward back greater. Oeh, dat belooft wat. Oké, okay, een dolly, een barrel hammer en een barrel upgrade. Dat is best wel nice, behalve dat we nog geen barrels gebruiken. Dus dat schiet nog niet echt super hard op. En een carpenter's bed... Kun je die ook... Nou, carpenter's bed ziet er wel leuk uit. En je pakt hem ook makkelijk op. Kijk, wat kunnen we nog meer gaan doen? Oké, dus dit is af, dit is af. Dit gaat bijna af zijn. Dat is ook nice. Salvage. Oh ja, die salvage mission. Dat is cool. Laten we dat gaan doen. Even kijken, daarvoor moeten we niet hier naartoe. Stamp, ding uitladen. Die terug, daar moeten we naar de biosfeer. Nee, eerst deze erin. En dan op knip duwen. Hebben we nog hout? Ik hoop het, ja. Ik hoop dat we in die biosfeer ook wat redstone gaan vinden. Want dat is eigenlijk alles wat ik dan nodig heb om meer harde schijf te maken. En als we meer harde schijf hebben, dan kunnen we het hier wat beter gaan opruimen. Want het is wel echt een zooitje. Ik maak er ook niet echt heel veel beter of zo hoor, maar... Ja, ik maak het inderdaad niet, ik ruim het niet echt op, maar als we meer redstone krijgen uit die, uit deze missie, dan komt het wel goed. Heb ik alles bij me wat ik bij me wil hebben? Ik denk het wel. Ik denk dat we best wel veel, kijk, we hebben sowieso nog wat ruimte maken hier. Tijd om de boel te salvagen. Even kijken, en dan kunnen we gewoon weer via de bekende weg naar binnen. Heb ik een schep? Ja, chill. Die ga ik wel nodig hebben. Misschien zouden we dit even moeten clearen. Ik heb hier een stukje weggeslagen. Dat is jammer, anders zou ik hier gewoon door kunnen lopen. Even dit goed zetten. Ja. Oké. Okay. Het komt al echt super bekend voor. Heb ik het al leeg gehaald? Ja, oké. Okay. Laat ik dan dit meenemen. Want kist zat wel handig om spullen in achter te laten. En ik hoor best wel veel. Ik zie op de minimap best wel veel spinnen boven me. Dus ik heb zo'n vermoeden dat dit. Oh, ik heb geen torches op mijn hotbar. Oh, zitten al die monsters boven mij? Oké, okay, weird. Maar niet vervelend. Oké, okay, dus dit moeten we gaan salvagen. Nou, dat kan ik wel.
En ik hoop dat er nog wat redstone tussen gaat zitten. We zijn bijna klaar met de salvage task. Dit is allemaal leeggehaald. Hier stonden allemaal spullen en hier stonden allemaal spullen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat hier allemaal in zit. Oké, ik zie al een kist. Volgens mij hebben we daar al in gekeken. Niet. Oké. Nou, dat is cool. Dat neem ik wel mee. En hier ligt nog iron en nog wat andere spullen. Dus dat is goed. Dat wil ik ook wel hebben. Het enige wat we nog nodig hebben, is dit alleen maar iron? Chill, ja, we hebben best wel veel iron. Dus wat dat betreft niet echt per se nodig. Maar we moeten hier naar boven. En ik heb ook hoppers gekregen. Daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Want hoppers hebben we nodig gewoon om al die machines aan te sturen. En eerst was ik een beetje zuinig op mijn iron. Maar nu hebben we dus hoppers voor dagen. En hier zijn er nog een paar. Misschien zitten er zelf wel spullen in. Ik heb wel ook nog meer hoppers. Chill. Ik heb ook van dit soort furnaces gevonden. En zat er een stack met kool in. Dus we hebben stacks met kool. Dus wat dat betreft is het best wel een goede loot. Niet te moeilijk. Niet bijzondere spullen of zo. Maar gewoon chill. En hier zit nog een lever. En hier was een kist. En ik weet niet. Ik snap dit niet zo goed. Maar gewoon meer spullen. Dus dat is prima. Dat neem ik wel mee. Dit had ik eruit gehaald. Maar dat slaat eigenlijk nergens op. Dus dat is prima. Even kijken, dat zou wel de quest moeten zijn. Ja, ik ga hem nog niet inleveren, want we hebben een beetje tekort. En dit is de weg naar buiten. Dus laat ik hier gewoon even alle spullen dumpen. Die we sowieso nu niet gaan gebruiken voor het laatste deel van deze quest. Hoe gaat het met armor? Best wel prima, oké. Sorteer dit. Goed. Want is hier nog een quest die we kunnen doen? Even kijken, hier. Deze is complete. Hier staat, oké, onder het Climate Center, dat is wat we nu, waar we nu staan, zou een gesimuleerde jungle staan. En hij is overgroeid, ja, of hoe noem je dat, wild gegroeid. Even kijken, maar je zou het in de fik kunnen steken en dan zou je een vrij baan kunnen krijgen. En we zijn op zoek naar wat Coco. En de vraag is eigenlijk, hebben we daar spullen voor? Nee, daar hebben we geen spullen voor. Hebben we misschien wat gravel hier of zo? Nee. Hebben we iets waarmee we fikkie kunnen stoken? Ja, hier moeten we dus in. En dit zouden we in principe kunnen wegbranden. Oh, wacht. We kunnen wel met een lava bucket misschien wel wat schade doen. Even kijken. Ik hoop dat die eigenlijk dit in de fik zet. Dat zou nice zijn. Maar het lijkt niet te gaan gebeuren. Het zou in ieder geval... Oh, het geeft wel vrije baan. Misschien maakt het ook wel een beetje veel kapot. Dat zou ook wel kunnen. Weet je wat? Ik gok het er gewoon op. Ik denk dat we wel naar beneden kunnen. Laten we hier een trap maken. Oké, dit is al aan het dalen. Dat is goed. We moeten wel een beetje voorzichtig zijn. En ik zou eigenlijk wel wat meer blokken op mijn bar moeten hebben. Oké, dit gaat goed. Ik weet alleen niet wat hierboven is. Want als we naar beneden worden geduwd hier, dan zijn we wel gelijk de Sjaak. Dan is het snel afgelopen. Het lijkt alsof hier wel een soort tussenverdieping of zo nog zit. Onder het dirt. Even kijken. Blokken. Kunnen we dat eventjes bekijken terwijl we hier de boel verkennen. Want af en toe hoor ik wel dat hier spinnen vandaan vallen of zo, lijkt het. Kijk, daar zit de spin. Ja, en dan is dit dus wel eigenlijk heel erg onhandig. Daar is zelfs een creeper. Niet echt relaxed. Maar ik geloof het eigenlijk wel. Laten we op avontuur gaan. Die... Hey, daar zie ik al een stuk jungle wood. Dat is nice. Oh, hier zal ook wel wat spinnen kunnen spawnen dan. Oh, nee. Zit hier een spanner of zo? Zit een soort tussenlaag. Oh, kijk. De jungle staat al in de fik. Het is niet helemaal wat ik wilde eigenlijk. Oh man, dat ziet er wel... Ik zou op dat hout kunnen vallen. Oké, ik gok het gewoon.
Yes. Oké, laten we jungle blussen. Wat een hoop hout hier, man. Oké, hoor ik nog vuur? Volgens mij niet. En het verbaast me eigenlijk dat hier niet zoveel mobs zitten. Ik had wel wat monsters hier verwacht. Maar ik zie er eigenlijk maar heel weinig. Laten we in de hoek gaan staan. Oh, wat? Oh, dit is waar we op zoek zijn, of niet? Het is hier wel een beetje donker. Even proberen een torch op te hangen. Ja, oké. Oké, hier staat een kist. Zo. Nee, die moet ik ophangen. Oké, dus tropical beehives, gene samples, MA chest en tropical larves. Oké. Klinkt cool. Neem me mee. Het is wel echt wel tijd om met bijen aan de gang te gaan, denk ik. Liggen hier nog meer coole spullen? Oké, hier is een spin. Pak hem. Zolang het geen giftige spinnen zijn, vind ik het wel prima. Want daar hebben we nu onze maag al vol mee zitten. Oh man, ik ben... Ja. Ik ben zo hard in elkaar geslagen door die, door die gifspinnen. Hoe heet het? Cave spiders. Is dat een kist? Nee, ik heb het verbeeld. Ik heb ook echt het idee dat die maker van deze maps, dat die de hele tijd overal gewoon maar, hoe heet het? Spider spawners in doet. En dat vind ik echt niet relaxed. Het is helemaal nergens voor nodig, maar hij doet het wel. En even kijken, we zijn op zoek naar Coco nu, maar ik vind het niet echt. Zou ik het dan toch moeten afbranden hier? Even kijken, hier zit vast wel iemand. Ik hoor zombies. Oh, hier is Coco. Ja, gevonden. Chillend, chillend. Dat is weer een quest. Oh, daar zit de spanner, of niet? Is dat een spanner of een mop? Ik zie hem niet meer. Nee, dat is hem. Oeh. Weet je wat? Laat hem maar lekker zijn ding doen. Wij gaan ergens anders chillen. Laten we wat cocoa beans pakken. Hebben we nog plek? Ja, we hebben nog plek. Zat plek. En ik heb mijn bijl bij me. Oké, dat gaat misschien wat sneller. Tik er gewoon die hele boom eruit. En dan valt alle cocoa er ook af. Heel goed. Nou, als we ooit nog hout nodig hebben, dan kunnen we gewoon hier naartoe. Want holy holy, wat een hoop hout. Heb ik iron bij me? Nee, ik heb geen iron bij me. Dat is jammer, anders kon ik misschien even een schaar maken. Kunnen we net even wat sneller door die jungle heen ploeteren. Maar dat is wel prima. Right, misschien moeten we het toch maar wel in de fik zetten. Of tenminste een deel, want de kisten branden volgens mij niet af. Oké, dus zo. Oké, en nu gewoon weglopen. En dan komen we een ander keertje wel terug. Om te kijken wat het geworden is. Hier zit de ingang. Nee. Hallo? Ja, hier zit de ingang. Ho. Waar is mijn zwaard? Oké. Deze blokken. En ik kom hier wel de hele tijd vast te zitten. Dat is niet echt handig als je hier moet vechten. Waar zit ik nou weer in vast? Oh, hier waarschijnlijk. Aha. Ja, oké. Laat ik alvast wat regen fixen. Oh man, dat geluid van spinnen. Wat een nachtmerrie. Oh ja, daar kunnen we naartoe. Yes, 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 yes. Vrijheid, vrijheid. Nice. Geregeld. Awesome. Oh, laten we terug gaan naar de basis. Genoeg avontuur. Oké, we zijn terug in de basis en ik ben even mijn spullen aan het opruimen. Of in ieder geval, ik stop het gewoon in deze kisten. Zo, zie je niks meer van. Opgeruimd. En het kunnen we wel even wat questen inleveren. Yes, deze quest. 5 machine frames. Dus misschien kunnen we daar wel machines mee gaan bouwen. En reward packs. Even kijken. Een greater en een good. Awesome. En we hebben nog een quest af. Oké, pick one. Een stack of een reward pack. Oké, reward pack. 2 graders. Awesome. Oké, wat hebben we? Hebben we genoeg plek? Oh, fire resistance potions. Nice. En flint en steel. Dat is echt wel chillend.
Even kijken, wat hebben we in deze reward pack? Wow, 40 blocks redstone, dat is chill, want die wilde ik eigenlijk nog hebben. En heated redstone generators, oké, dus dat is echt super. Wauw, nice. Oké, laten we even een nieuwe kist om spullen in te dumpen, want ik hou het niet meer bij. En greater, oké, een spike chestplate, dat ziet er awesome uit. Laat ik die, kijk, hoeveel arm is dit? Oké, net niet vol en met dit eentje minder, maar hij heeft wel protection 2. Dus ik denk dat die iets beter is. En dan nog een good. Oké, nog meer redstone ore. Wow. Oké, dus we hebben echt redstone voor dagen. Dat is nice. Laat ik dit gaan bakken. Phew. Hebben we nog tijd? Ja, ik denk dat we nog wat tijd hebben. Laten we dit gaan inleveren. Als laatste. Naar beneden, naar beneden, naar beneden. Even kijken, want we hebben weer... We hebben al een poosje deze trophies. Even kijken, wat is dit? Silverfish. Villager en een snow golem. Villager. Dat is deze. Cool. Golem? Nee. Silverfish? Oké. En dan hebben we nog een iron golem. Die maakt geen geluid. Aha. En snow golem? Die maakt ook geen geluid. Pig. Gratis vlees, dankjewel. Nice. Cool. Dat was de aflevering. Oh, het ziet wel een beetje... Die armen ziet er wel spacend uit. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En als je het leuk vond, laat een like achter. Als je niet subscribe bent, hey, subscribe gewoon. Ik sta het zeer op prijs. En zie je allemaal gewoon in de volgende aflevering. Tot ziens. Huh? Wee. Deze inkvis is een beetje in de war, geloof ik.